Jaap Schilder. Een naam die je vaker tegenkomt in Volendam. Geboren op 9 januari 1943. Een ras, was en kleur echte Volendammer. Een beetje een romanticus, al heeft hij niet zo'n geweldige binding met vroeger, met zijn jeugd. Vroeger betekent moeder die vaak ziek was. Maar aan de andere kant betekent vroeger ook Piet Veerman, de solozanger van de Cats, toen al een boezemvriend. Nou ja, je trouwt, je hebt 3 kindertjes en dat mogen er best 5 worden als dat op te brengen is, sociaal dan. En muziek is leven. Of andersom, dat kan ook. Dat gold zeker vanaf het moment dat hij zijn troffel definitief ruilde voor de gitaar, zo'n 6 jaar geleden. Maar niet alleen zijn eigen muziek is leven, ook die van Chopin, ook die van Tchaikovsky, ook die van Bach. Redenen om 2 maal langer op deze aarde te willen blijven dan je is toegestaan. Want je maakt niet alleen jezelf gelukkig met muziek, maar ook anderen. Daarom juist zijn die 10 jaar Cats zo belangrijk geweest. En dat is dan weer een reden om zo lang mogelijk door te willen gaan. Je fijnvoelend, rustig, het liefst een beetje comfortabel. Infrisie, ja, dat is misschien een vrolijk perspectief. Je weet nooit hoe het er allemaal over 200 jaar uitziet. Ik geloof dat we allemaal in een bepaalde vorm terugkomen. En dat we elkaar wel kennen, maar dat het toch anders zal zijn. Ik zou op dezelfde manier willen leven met dezelfde vrouw, dezelfde kinderen. Ja, het zou toch leuk zijn om nog 200 jaar vast te plakken. Theo Klauer, 28. Jeugd, wat moet ik ervan zeggen? Lagere schooltijd, VGRO. Verder leren kon niet, want er moest geld verdiend worden. 9 kinderen thuis. Dus 4 jaar op een plastic fabriek, beetje opgewerkt, zodat avondonderwijs mogelijk werd. En daarna via een neef elektrische bezigheden in Volendam. En daarna de Cats, een jubileum geleden. Muziek is altijd ontspanning voor me geweest en dat blijft het ook. Dat verklaart waarom Theo als 12-jarige al zijn partijtje meetrommelde in de Volendamse drumband. Eerste prijzen, niet gering. Alles wat in de maat gaat vind ik erg goed. Publiek is een heilige zaak en Theo's grappen en grollen achter de coulissen dienen dan ook om de groep voor dat doel op peil te houden. En oh ja, dan zijn er nog de UFO's, die Unidentified Flying Objects, de buitenaardse beschavingen waar hij eigen, zeer stellige theorieën over heeft. Ons kleine aandeel in het onbeschrijfelijk grote geheel, ook dat bepaalt het levensritme van de slagwerken van de Cats. En Volendam natuurlijk. Een dorp waaruit u nooit weg zou willen. Indonesië, Amerika, Suriname, hoe gezellig het ook allemaal is geweest, het is geweldig om weer terug te zijn. Volendam is thuis. En thuis betekent, hoe paradoxaal dat misschien ook klinkt voor een popster die ook in zijn dorp beroemd is, thuis betekent rust. Arnold Muren, basgitarist. Geboren in de hongerwinter in Volendam. En is dus Volendammer in hart en niet helemaal in nieren, omdat vader van buiten komt en dat is iets wat telt in het oude vissersdorp. Al vroeg bezig met techniek. Slopen ging beter dan maken, maar zo hoort het ook in technische aangelegenheden. Muziek bestond nog alleen in de vorm van gitaren in etalages. Een blokfluit van Sinterklaas was de enige manier om ze in de winkel even te mogen aanraken. 2 jaar later maakt Arnold zijn eigen elektrische gitaar. En daarin ligt toch wel een aanwijzing voor de toekomst. Lagere school, MULO B, HTS. En vanaf de eerste Volendamse gitaaruitbarsting, de Cats. Getrouwd nu, 2 kinderen die alles betekenen. En dan natuurlijk de hedendaagse muziek die zijn overige denken en doen beheerst. Wat resulteerde in een aantal moeizaam ontstaande, maar toch wel heel grote Cats-songs. Niet om het geld in de eerste plaats, maar om de Cats te laten zijn. Een afspiegeling van wat zij zelf willen. Materialisme is een noodzaak in een wereld die als paradijs een fictie is. Toekomst. Ach, welke 30-jarige vecht er ook niet een beetje voor zichzelf? Kees Veerman, geboren in uiteraard Volendam op 6 oktober 1943.
Kon lekker meekomen op school, maar zag het toch niet helemaal zitten, omdat zijn belangstelling naar zoveel kanten uitging. Een denkertje, dat wel. Maar een feit blijft het dat hij vele mooie jeugdjaren heeft volgevoetbald met jongens als Dickie Bond en Dick de Kras. En nou hebben ze wel eens geschreven dat als Kees Veerman geen zanger was geworden en nog leuk zou kunnen meedraaien als voetballer, hij relativeert dat zelf met termen als leuk dribbeltje en zo. En hoe kom je dan in de muziek terecht? Ach, je merkt vanzelf dat je aardig zingt. En wat doe je dan? Je koopt een oud gitaartje en je zingt die Everly Brothers na, of Elvis, schoolbandjes, en dan samen rotzooi je met Arnold op de Milo en met Piet en met Jaap. Kortom, de start van de Cats. 10 jaar Cats. In het begin bleef het een buurtgebeuren allemaal. Bij de eerste tournee naar Friesland, helemaal over de Afsluitdijk, is een hoogtepunt. Als ook de eerste plaat, en de eerste gouden, en de Edison, en de eerste internationale successen. Amerika, waar je torenhoge grootheden zomaar kan spreken in het wild, en waar je wat van opsteekt. Ach, het is hard werken, en je hebt je angst, hè? De angst om het altijd maar waar te moeten blijven maken. Maar wat doe je als Volendammer als je niet repeteert, en niet luistert naar je eigen favoriete Oosterse muziek, als je niet voetbalt? Dan slenter je als elke rechtgaarde dorpsgenoot langs de haven. Piet Veerman, solozanger. In maart 1943 om precies te zijn. Enig kind en dat is bepaald ongebruikelijk in Volendam, maar het was wel rustig natuurlijk, hoewel het later als jammer ervaren werd. 12 ambachten, 13 ongelukken. En dan opeens Piet Veerman, de solozanger van de Cats, de stem van de Cats. Ook al zegt hij zichzelf geen solist te voelen, ook al ziet hij niet als ideaal een levensgroot orkest achter zich, ook al wil hij zijn eigen intieme sfeer handhaven, hij is toch de briljerende eenling, omdat je solist van binnen bent en niet van buiten. Piet Veerman beweegt zich goed en beweegt zich graag. Hij is op een oer-Hollandse manier dynamisch, zoals de Cats dat op dezelfde manier zijn. En toch stoppen ze, hebben ze een afscheidsconcert gegeven. Natuurlijk, ze gaan niet uit elkaar, ze maken wel platen, er blijft radio, er blijft tv. Maar de bühne is voorlopig ontslag aangezet. Want als je je werk goed wilt blijven doen, moet je weten wat je doet. En moet je niet te veel doen om je overzicht niet kwijt te raken. En hoe moet dat dan later met Piet? Nou, helemaal niks doen. Een beetje schrijven, een beetje schilderen. Als er maar een hart achter zit, een ziel. Het liefst zou het dichter willen zijn. Alles wat je voelt, kunnen uiten. Het allerdiepste van jezelf zo uitdragen dat elke lezer, elke luisteraar, elke kijker zichzelf in mij terugvindt.